bij een nieuwe video. Vanuit de auto starten we en wij zijn op weg naar wintersport. Mocht je denken, wie is die Oompa Loompa in het scherm? Dat is Snoeky. Dat is Snoeky. En daar zit, hoe heet die andere? Nee, hoor, ik heb gewoon zo'n normaal. Ja, wat ziet er normaal uit? Ja, nee, ik heb een nieuwe zelfbruiner. Isle of Paradise Drops. En er stond 1 tot 12 druppeltjes mengen met je dagcap. Dus ik heb 3 druppeltjes gedaan. Ja, echt serieus. Eergisteren en gisteren nog een keer door mijn nachtcreme. Nou, en dit is het resultaat. Alsof ik 3 jaar op de Balearen heb gezeten. Dus, nou ja, dat. Maar goed, dat trekt wel weer bij. En ik dacht, dan heb ik een soort basislaagje. En dan, ja, ik ben een soort Ross in de self, dat is zo. Maar het is ook alleen mijn hoofd, dus dat is ook wel leuk. Maar goed, dan weet je dat. Dat ik er zo uitzie, voorlopig, tot het weg is. Wij zijn onderweg naar wintersport. Met z'n tweeën geen kinderen achterin. Nou ja, we hebben ze net gedag gezegd. Ik was een tikkeltje emotioneel. Toen al de deur uit daar hoor, ik dacht, dat ga ik niet laten zien aan de kids. Ging verder prima. Ik had, hele lift geen idee. Dus heb ik gewoon lekker geknuffeld. En Niels die heeft wel een idee, maar snapte het ook niet helemaal wat het inhoudt. Maar die, daar had ik een cadeautje voor gekocht. En, en een aftelkalendertje gemaakt. Dus die was daar heel druk mee bezig. Dus die heb ik nog wel gelukkig geknuffeld en een kus gekregen. Toen zei hij, oké, doei. Maar dat is alleen maar goed. Maar voor mijn moederhart. Toen we de auto stapten, was het even. Maar goed, wij zijn onderweg. En nog 839 kilometer te gaan vandaag. Zonder in te schaden. Ja, het wordt een soort zomersport. Want het is de hele tijd weer cijfer 9 en 10. Boven 0. Nou ja, ik hoop maar dat het dan 's nachts helder is en dus vriest. Maar nou, we gaan het meemaken. Maakt niet uit, wij gaan op wintersport. Dus ik neem jullie. Yes. We zijn inmiddels bij Brussel. Het bloed heet, het is 18 graden buiten. En wij zitten. Ik ben onderweg naar wintersport. Skis achterin, winterbanden. Jazeker. Nou ja. Maar het is stralend blauw. Daar ben ik zo iets van maken. Zo. Oompa Loompa is in het hotel aangekomen. Nee, wij zijn in ons hotel. Dit is onze kamer. Nou ja, goed. Hier kom ik binnen. Dit is gewoon ons hoteltje voor 1 nacht. Sven is helemaal verbaasd, want hij dacht dat ik iets heel crappies had geregeld. Maar dit heeft gewoon een sauna en alles. Nou ja, goed. Dit dus. Maar het was helemaal niet duur, maar het heeft gewoon sauna en zo. Wij gaan nu even. Nee, ik ga even wat anders aandoen. Ja, iets anders aandoen en dan gaan we even een hapje eten in het restaurant. Want wij hebben honger. Het is een gaar. Het is best wel laat. Eigenlijk ging de reis supergoed. Het is nu 8 uur. Eigenlijk ging de reis supergoed. Alleen we hebben een tijdje vastgestaan door een ongeluk bij Luxemburg. Maar goed. Ja, ik loop echt in een legging en zo. Dus ik heb gewoon een soort jurkje bij me. Ik heb een jurkje bij me. Die ga ik nu even aan. We gaan eten. Goedemorgen. Wij worden wakker met een heel mooi uitzicht. Maar kijk daar in de verte. Ja, ik weet niet of het helemaal overkomt in beeld. Kijk, de zon komt op daar achter dat bergje. En dan zie je daar zo. Nee, ik denk Lyon, geen idee. En nou, we hebben lekker geslapen eigenlijk. Ik ben even niet wakker geweest of zo. Ik heb echt, dit bed is wel vrij stevig. Dus stevig voor mijn gewicht. Dus ik heb wel echt mega rugpijn. Dat had ik al, maar zeg maar, dit bed heeft niet geholpen. Buiten dat. En we zagen dat hier een sauna was en zo. Maar ik dacht dat ik van gisteravond iets op de deur las over dat het betaald was. Maar we hadden wel bedacht, ja, we hebben helemaal geen haast. Want waarschijnlijk kunnen we niet heel op tijd onze accommodatie in. Dus we hebben echt geen haast meer weg te gaan. Het is vanaf hier nog iets meer dan 3 uur rijden. Dus we dachten, ga gewoon heel rustig ontbijten en dat soort dingen. We hebben lekker een ontbijtje. Het is weer vol uitzicht. Ik heb
heb het raam opengezet en ik zit hier dus gewoon, als ik hier ga zitten op het bed, dan zit ik gewoon echt vol in de zon. Echt poosje lekker, het is echt hartstikke warm. Wat ik nu ga doen, vol in de zon, is sporten in mijn ondergoed. Sven die is even naar boven naar de gym. Nou, ik heb geen sportspullen bij me, want ik dacht, ja, boeien. Maar, nu dacht ik, ik doe heel vaak een workout voor mijn buik, om dat een beetje in het geheel te houden, zeg maar. Dus al die spieren om de rechter heen die ik niet mag trainen. Dus ik dacht, die kan ik nu wel even gaan doen, want we hebben een sportmatje mee. Dus ik heb het raam helemaal opengezet, ik schuif zo het tafeltje aan de kant. En dan ga ik dat hier een beetje doen. En ja, dan gaan we strakjes weer rustig rijden. En we zullen nog even opmaken, dat kan ik ook wel gebruiken. Ik weet niet of je het een beetje kunnen zien, maar de eerste bergen met sneeuw zijn in zicht. Yes. En dit is hoe ik in de auto zit, zo warm is het. Nou, wij zijn er hoor. Kleine detour omdat we geen benzine meer hadden. En daardoor echt heel uit moesten rijden. Maar nu zitten we heerlijk op het terras. Bloedheet. Een heleboel stuk in deze trui. En dan heb ik nog een t-shirt aan die het allemaal af. En nou ja. De sneeuw houdt niet over, maar mensen komen nog van de berg af. Ja. En we gaan even, we hebben lekker een biertje en we gaan even lekker lunchen. Even later aan boord. Ja, dit heb ik dus. En dit heeft Sven. Ik denk dat we het beter andersom hadden kunnen doen qua hoeveelheid, maar ook beraden worden. Wij zijn nu in ons appartement, dus ik sta nu op het terras van het appartement. Alleen, we hebben geen einde van de middag zon. Dat is een beetje jammer, dus we willen dat misschien nog even vragen. Verder ziet het er helemaal prima uit, zal ik het zien. Dit is, ik moet even herstellen, dit is de woonkamer. Soms doen we het in het hoekje. Even dat doen. En hier hebben we de slaapkamer. Spiegel voor al mijn geweldige outfits natuurlijk. En hier badkamer. Nou, dat ziet er ook allemaal prima uit. En toilet. Ja. Meer heb je niet nodig. Keukentje. Ook wel prima. Ik denk dat dit een oven is of een magnetron. Magnetron. Kom je grill? Weet ik niet. Dus ja, wij zijn er. Heerlijk. We hebben net al even lekker op het terras gezeten. En nu, ja, rondleiden of zo. Voor vanavond, weet ik niet. Of zwemmen, kan ook nog. We gaan lekker eten. Ik heb een homemade pasta met pesto en Sven heeft een Armeense burger. We zitten in L'Etoile, het is een Armeens restaurant. Echt heel erg lekker. We hadden ook een heel lekker voorgerecht. Wij zijn klaar voor de eerste keer weer skiën sinds voor mij 4 jaar. Ik zal even mijn outfit laten zien. Dit is het. Dit is een pak van O'Neill waar ik echt mega blij mee ben. En ik heb mijn haar in vlechtjes, want dat deed ik vroeger ook altijd. Nu zit niet zo'n klit aan het einde van de dag, dus ik ga het weer eens even proberen. Shirtjes van Oni, heel lang geleden. Zonnebril, geen idee ervan. En ja, sokken met teenslippers, want beneden staan de schoenen. Goedemorgen allemaal. Het is maandag. En wij gaan zo weer skiën. Ik heb mijn badjas aan. Ik ga zo een skikleren aantrekken. Ik ben nog even met mijn haar aan het plooien. Want Sven zijn snowboardschoen was stuk. Dus die is nu die is gisteren gerepareerd. Dus die kon hij nu ophalen. Dus ik was even lekker. Ik ben ook verder klaar. Ik doe op het laatste moment mijn kleren aan. Badjas lekker wagen. Ik was even dit soort vlechten aan het maken. Maar ik weet het niet. Maar ik dacht, ach. Tijd verdrijf. Ik zit ondertussen muziekje te luisteren. Hij is al zo terug, het is 9:15, dus ik ga denk ik me nu maar gewoon aankleden. Het zou vandaag iets bewolkter zijn dan gisteren. En dan is het morgen heel zonnig, maar wel iets kouder. Dus ik denk dat ik vandaag een thermoshirtje aan doe. Op deze. Ja, ik denk dat ik dat maar gewoon doe. En dan gaan we zo lekker de berg op. Nou, er is wel zon, maar het is... Beetje, het is ook wel een beetje cloudy.
en de pistes. Oh, daar is Sven. Ik ga ze even open doen. Ik kom net terug uit de sauna. Eerst van de piste en toen uit de sauna. Dus vandaar dat ik zo'n rood hoofd heb. En ik heb mijn haar gewassen. En ik baal zo dat ik mijn tangletjes niet bij me heb. Want ik heb nu gewoon zo'n normale borstel. Maar dat is echt niet doorheen te komen. Het is ongeveer klaar. Wij hebben besloten dat we vanavond thuis eten. Sven is even naar de winkel toe. Want ja, we waren een beetje klaar met die enorme porties. En 's middags eet je natuurlijk ook al warm. Op de berg. En nou, we waren er gewoon even klaar mee. Ons favoriete restaurant is dicht. Dus we dachten ook, weet je, het is goed. We eten thuis. Dus vanavond eten we soep. Morgen eten we ook thuis. Want woensdag is ons favoriete restaurant weer open. Dus dan gaan we erheen. Morgen neem ik jullie denk ik mee de piste op. Vandaag was een heerlijke dag. Dus er is echt ongeveer geen kip op de piste. Dus heel fijn. En dan is ook dat beetje sneeuw wat er nog is, blijft gewoon goed liggen. Dus nou ja, als je mijn Instagram hebt volgt, dan heb je het gezien. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje plan. We gaan gewoon een beetje spelletjesavond houden. De laatste van de week hebben we zeeslag gedaan. En nu gaan we denk ik vanavond Monopoly, iedereen zegt het anders, doen en Yahtzee. En we gaan zo nog even denk ik in de zon een boekje lezen. Ik heb eigenlijk geen idee hoe laat het nu is. Oh, 4:30 al, misschien ook niet. Zeg maar, je moet wel om 2:30 wel echt naar beneden. Want dan, anders kan je de Dalf daar niet meer doen. Want dan is het zo'n grote papbende. Dus ja, we hadden gisteren één gesloten piste. Nou, dat was echt niet oké. Dat was gewoon het water stroomde gewoon langs de bergen. Maar hij was, zeg maar, het bord van het afsluiten was, weet ik veel, weggewaaid of zo. Dus er waren wel meer mensen die erop twijfelden. Want een aantal mensen zagen we teruglopen. Dan dachten we, oké, nou goed. Maar ja, we zagen ook gewoon nog mensen gaan. Ja, die zagen ook onderweg, zeg maar, stranden. Maar ja, we zijn skiën naar beneden gekomen. Maar het was een soort waterskiën. Nou, het was ik ook helemaal klaar mee. Ik moest super nodig plassen. Ik dacht echt, dit duurt te lang. Maar goed. Ja, dus dat gaan we lekker doen. Ik ben echt wel een beetje moe van de sauna. Wij gaan Monopoly spelen. Ik ben mittens, we moeten nog even kiezen. Lijntje erbij. Morgen, het is dinsdag. Ja. Het is dinsdag. En wij zitten te ontbijten. Sven die ontbijt niet met brood. Dus ik had de eerste dag zo'n stokbrood. Maar ik dacht, ja, dat krijg ik nooit in mijn eentje op. Het is gewoon een beetje idioot. Dan moet je elke dag nieuw stokbrood halen waarvan je dan de helft eet. Want het is daarna echt, zeg maar, als je het haalt, is het dan niet meer kraakvers. Want het is dan van 's ochtends, zeg maar. En dan eet ik de volgende ochtend. Nou, en als je dan nog een ochtend, dan kun je er iemand mee doodgooien. Dus ik eet dit. Een soort, campagnebrood. Maar dit is volgens mij een soort zuurdesemachtig iets. Zo smaakt het in ieder geval. Met een plakje salami. En we gaan zo de berg op. Het is echt mega sunny. Maar het is wel koud. Dus ik denk dat ik wel een trui en een jas aan doe vandaag. Maar volgens mij is de koudste dag volgens mij. Of in ieder geval ook de hardste wind. Gewoon windkracht 5 of zo. Nou, dus we gaan het meemaken. Sven die het strijd met een eitje. Lukt het? Dit is gewoon, ik heb net een ander ei gehad en die was gewoon perfect. En deze is gewoon. Deze niet. Ik weet niet of ik het al trouwens had gezegd, maar Sven was eergisteren aan het hardlopen. Toen is hij achterna gezeten door een vos. Wat? Ja, heel fijn. Dat was nog wel donker, toch? Ja, de eerste keer wel. Ja, nu loopt hij maar als het licht is. Of was dat niet de reden? Vossen blijft het prima. Ja, zo ook bij vossen blijft. Nou ja, die vos was ook best wel groot. Ja. En hij heeft zijn duim gekneusd. Omdat hij gisteren stoer probeerde te doen. Dat was niet zo'n goede call aan het eind van de dag. Maar het was zielig. Dus hij is zijn duim dik en hij begint ook een beetje blauw te worden. Thank you.
Daar in de verte komt Sven. Lekker, er is echt geen kip op de piste, maar het is ook wel een beetje ijzig, dus ik ga me niet filmen onder het skiën zelf, hè? Safety first. Oh, jongens, we zitten even een bakkie drinken, tenminste ik drink geen koffie, dus in mijn geval vandaag een keer warme chocomel. We zitten hier heerlijk en Sven ook. Van dit soort lichtstoelen. Heerlijk. Komt er niet meer uit, maar goed, dat hoeft ook even niet. Echt fantastisch weer. Volgens mij heb ik helemaal niet verteld, maar we zijn nu dus 9 jaar geleden voor het eerst samen op Winsport geweest. We dachten 10, maar dat was 9. Maar het had dus deze sweater ook aan. Precies op dit plekje. We hebben heel veel eten. Dit is een specialiteit van het huis, een andere salade, patat en een of andere hartige crepe. Smakelijk! We zitten even op het terras. En de pistes beginnen al leeg te worden. Kijk, en daar zie je ook wel hoe slecht de stukken ertussen zitten. Die, dat middenstuk is geen piste hoor. Maar hier kun je dus nog prima vanaf. En wij moeten op de terugweg altijd zo. En dan pakken we daar het sleepje. Ons appartement zit gewoon daar ergens. En daar zit een vrouw met een fretje. Vind ik heel fascinerend. Maar dat kunnen jullie denk ik net niet zien. Maar die zit in een pakje. Nee, het begint net een beetje te waaien. En dan wordt het ineens minder comfortabel. Ik zit een literaire trainer te lezen. Even een maskertje opgedaan. Iets van Nivea, zo'n 2-in-1 pakje. Lekker. Manlief heeft een lekker pastaartje gemaakt. En die gaan we lekker eten. Wij beginnen vanavond met zeeslag. En daarmee ga ik de vlog afsluiten voor dit weekend voor jullie. En voor ons start ik morgenochtend gewoon met een nieuwe vlog. En dan wordt er ook de komende week vlog nog een langere vakantievlog, namelijk van de rest van onze vakantie. En nou ja, uiteindelijk dat we weer gezellig thuis zijn bij de kids natuurlijk. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En heel graag tot volgende week bij een nieuwe vlog. Doeg!